Henk, vorige week natuurlijk een 0-0 gelijkspel. Hoe probeer je dan de draad op te pakken? Nou, ik denk dat ten alle tijde, hè, als het heel erg mee zit of dat je wat tegenslag hebt, hè, zoals nu. Je moet je altijd gewoon zo optimaal mogelijk voorbereiden. Je kan eigenlijk niet de emoties die er wel degelijk zijn, maar die kunnen nooit de bovenhand hebben. Dus we hebben ons weer zo maximaal mogelijk voorbereid op de tegenstander. In het interview afgelopen had je toen eens thuis over die kans afmaken. Is het dan iets waar je aan deze week extra de focus op legt? Ja, eigenlijk doe je vaak alles nalopen. Alleen er zijn specifieke momenten, zoals bijvoorbeeld donderdag. Dan kijk je naar de kansen en de mogelijkheden ten opzichte van de tegenstander. Maar je kijkt ook naar de punten waarin ze jouw pijn zouden kunnen doen. En ook natuurlijk, hè, hoe je speelt in relatie tot de mogelijkheden die zij zien. Maar over het algemeen probeer je wel alles na te lopen. Dus het afwerken, dat zit altijd wel in het weekprogramma. We zagen in ieder geval een training vandaag waarin het er vrij fanatiek aan toe ging, volgens mij, of niet? Ja, maar ik heb al gezegd, daar kan ik helemaal niets over zeggen. Ik vind de sfeer binnen de groep is uitstekend. Dat zie je ook aan het plezier wat we hebben. Maar je ziet het ook aan de arbeid die we leveren, zelfs op een training als vandaag, waar het toch behoorlijk fanatiek aan toe gaat. Dus nee, wat dat betreft, we hebben wel een bepaalde geldingsdrang, dat is duidelijk. Precies. Je merkt bij je ploeg dat ze gelijk spel willen wegvegen, zullen we zeggen, en die drie punten willen halen. Ja, we zijn vooral op zoek van waar ligt het precies aan. Maar ik kan nogmaals, het ligt niet aan het teamaspect. Er staat een team. Die zijn bereid om voor elkaar en met elkaar te werken. Maar er zijn wel een aantal wedstrijden nu geweest waarbij Shakhtar wel vroeg scoren. Maar een aantal wedstrijden daarna gebeurt dat niet. Nou, dan is er wel een fase waarin we gewoon niet meer dwingend zijn. En dan zijn de ruimtes ook best wel groot en dan lijken we ook kwetsbaar. Dus ook daar zijn we mee aan de slag gaan. Ja. Hoe heeft je ploeg deze week fysiek doorstaan? Er zijn wel hier en daar wat zaken die wat probleempjes opleveren. Maar dat zijn ook hier en daar zaken die niet direct met trainingen dan wel het spel te maken hebben. Want hoeveel mensen moet je ontbreken? Morgen valt mee. Oeh ja, ik moet zeggen, ik kijk altijd vooral naar degene die ik heb. Want ik kan altijd, meestal krijg je de vraag, waarom is die er niet bij, die is er niet bij. Ja. Nee, ik kijk vooral naar de mensen die ik heb. En we missen er gewoon een aantal. Ja, dat is duidelijk, maar die kunnen niet spelen. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Je neemt morgen op tegen FC Emmen dan. Hoe ga je ervoor zorgen dat jullie die drie punten meenemen? Nou, een aantal zaken die we goed gedaan hebben, die nemen we mee. En wat ik net al zei, er zijn ook een aantal verbeterpunten. En daar heb je wel de nadruk op gelegd. Maar we moeten ook niet vergeten dat we in de laatste drie wedstrijden hebben we best wel fases gehad waar we eigenlijk heel dominant waren. In alle vier hoofdmomenten. En dat is wel het streven. We werken keihard. We moeten ook daarvoor heel fit zijn. Dus soms heeft het wel iets tijd nodig. En zeker ook jongens om elkaar te wennen. Toch een behoorlijk groot aantal nieuwe spelers. Maar goed. We hebben ook, dat kan je ook niet als excuus gebruiken, want we moeten ook presteren ondertussen. Dus we gaan ervoor. We hebben maximaal voorbereid. Morgen een nieuwe tegenstander. Waar liggen dan de kansen voor je ploeg? Ja, dat ga ik niet benoemen, want dan maak ik ook meteen hun misschien alert op hetgene wat wij voor ogen hebben. Net zoals zij ons geanalyseerd hebben, hebben wij dat uiteraard andersom ook. En ja, tuurlijk, er zijn altijd mogelijkheden en die zien we ze zeker. Nou, laat ik zo zeggen, was dan misschien het grootste gevaar van FC Emmen morgen? Het grootste gevaar ligt altijd bij jezelf. In dit geval ligt het bij ons. Wij zullen fases hebben waarin wij de dominante, dwingende ploeg zijn. Maar er zullen ook best wel fases zijn waar we even het moeilijker hebben. Dat laatste moeten we zien te verkleinen. En dat eerste, ja, dan moeten we wel zorgvuldiger omgaan met de mogelijkheden die we hoogstwaarschijnlijk morgen ook weer zullen krijgen. Ja. En morgen word je ook weer gesteund door een vol uitvak. Dat is ook altijd prettig. Ja, zeker. Tuurlijk. Ik bedoel, ook in de wedstrijd tegen Cambuur hebben we dat zeker zo gevoeld. Ook bij RKC. En we hebben natuurlijk ook gevoeld af en toe dat zij niet tevreden zijn. Maar ja, ik vind ook dat we dat moeten. Die moeten we ook incasseren, weet je. En ik nogmaals, ik ben niet anders gewend. In mijn periode bij Utrecht was het idem dito. Zo. Maar ik kan niet ontkennen dat, zeker gezien de uitslagen die we nu hebben gehad, dat we ook zeer zeker hopen op de steun van hen. Ben je een beetje fan van wielrennen, Henk? Nou, nee, ik ga er niet voor thuis blijven. Nee. Dus dan de start van de Vuelta aan Utrecht. Je bent niet iemand die dan nog vanavond even gaat kijken in de stad? Nee, zeker niet. Ik hou niet van die drukte. Dus daar ligt, zit het er meer in. Ik vind het een fantastische sport. Maar ik ga niet de drukte in om. Maar dat is niet alleen bij het wielrennen. Ik moet zeggen dat ik de drukte meestal wel probeer te vermijden. Volle focus op morgen, op naar drie punten. Absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat het allerbelangrijkste voor ons is op dit moment.